Zo. Het is spannend. Met mayonaise. Oh. Ja. Ik ben Lucas. En ik ben Fahad. In het begin, Nederland was een moeilijke taal en blijft zo een moeilijke taal voor te leren. Ik wil graag spreken met iedereen. Aladdin. Aladdin, ja. Wat is je naam? Ja. Wat is dat? Heeft dat iets met wapens te maken? Nee. Dat werkt geen idee. Ik ook niet, het is dat terug. Zeg wat? Land. Land. Niet pleuien. Ja. Buxus trucjes. Ja, en nu 5 keer. Buxus trucjes. Gent. Ja. Slijke sterker. En Shamsu moest. Ah, shit. Die ga je niet kennen. Een slijke sterker is een portemonneetje. Waarom? God weet waarom. Cirkelplaats. Zorgplaats. Ja. Koketine. Scheetse, loetse, bolke, zoetse, wilde mee met truien oosten blie. Oh my god. Habibi. Vriend? Nee. Nee. Liefschat? Liefschat, ja. Tamiya kabiya, roka, sumamaka. Tamiya kabiya, roka, sumamaka. Heb je een favoriet muziek? Is er een liedje? Nou, niet luisteren. Bijna 10 jaar niet luisteren van muziek, nee. Okay. Het resultaat, zoals we over Irak hoor, altijd oorlog. Altijd problemen voor de bom. Je voelde je niet veilig. Ja. Altijd. Bijvoorbeeld Noord-Irak wil vechten met Zuid-Irak. En eigenlijk, ik vind dat jammer, alles hetzelfde verhaal herhaalt. En alleen naar hier gekomen? Alleen, ja. Helemaal. Ik heb 13 dagen te voet gedaan. Yes. En hoe oud was je toen, dus 4 jaar ik geleden? Ik was 15 jaar. Ah, oké. Okay. Moeilijk. Ja. Heel moeilijk. Ja. Ja, andere land, andere taal. En voor alles ander. Ik ken niemand hier in België, dus ja, ik kom naar een andere wereld. En, ja, ik ken niemand hier. Ja, mijn papa was eerst naar hier gekomen. En dan? Ik werd eigenlijk helemaal gescheiden van mijn familie in Oekraïne. En oh, dat is echt wel erg. Want ik dacht eerst dat we gewoon op reis gingen en dan terug. Ik heb alles verloren. Dus ik ben ook een kwetsbaar Gentenaar, of ja, zo gezegd. Ik wil leven. Dat is een heel goed begin. Ja. Eigenlijk wil ik gewoon perfecte werk hebben. En ja, dat al mijn familie dicht bij mij is. Iets van motoren bijvoorbeeld kopen en verkopen in een ander bedrijf. En daar kan je wel heel goed werken. Dus daarom droom ik echt van. Ik ben bezig met mijn leven te herpakken. 'S morgens werken, 's avonds studeren. Het is eigenlijk de derde diploma. Ik kom toe op de club en bij de spelers. En je hebt niet eens nog het gevoel zelfs dat iemand is van een andere origine. Ja, en ik hoop dat de mensen een beetje lezen over wat betekent oorlog, wat betekent haatdragend mensen en wat daarna. Maar dat is door de dagelijkse omgang en door daar zodanig veel routine te hebben dat je dat niet meer ziet. Ja. Ja. Maar het is waarschijnlijk dat die koudwatervrees die bij velen bestaat, die moet overwonnen worden. Ja. Ons luxe maakt ons een beetje vreemd. Soms ook een beetje wereldvreemd. Want als ik kijk naar mijn familie en mijn ouders die ouder worden, merk ik dat er een afname is van de kracht of het zicht om solidair te zijn met mensen. Natuurlijk, ja. We moeten het proberen. Hoi. De wereld is een toverbal. Geen mens weet hoe het worden zal. Maar één ding, dat weet iedereen. Je kunt het niet alleen. Ja, maar kan het. Ja! Het is absoluut belangrijk dat je voor jezelf zorgt. En dat je in goede of in kwade tijden tijd pakt
van mezelf in eerste instantie respecteren en dan volgt de rest. Als jij doet slecht, je zal slecht krijgen. Ja. En als jij doet goed, je zal goed krijgen. Commit to dien, to dan. Oké. Okay. Ja. Klinkt schooner in het Arabisch. Ja. Niet kijken voor mij achter. Ja. Ik kijk. Dus zullen we er samen iets van moeten maken. Nice. Bedankt om je te zien. Dag en dan kennismaking. We gaan nog een keer afspreken. Ik heel bedankt voor jou. En ik ben blij dat ik spreek met jou. Wat is het?